Vrienden, hebben jullie gekeken? WNL. Ja, WNL op zondag. Hebben jullie hem gezien? Waar zien we weer om in te lijsten? Oh. Vrienden, wat ben ik? Ik ben zo blij dat ik altijd als ik vlieg, dat ik een heleboel van die kotzakjes meeneem uit zo'n vliegtuig. Die spaar ik ongeveer voor dit soort momenten. Voordat je denkt van, kijk, normaal als je gewoon goed misselijk wordt hè, van iets, dan haal je de wc nog wel. Maar met deze niet hoor. Nee, dan moet je zit te kijken en wow, gelijk, ja, zakje vol. Ja, heb je ze gezien? Zomaar een onderwerp uit helemaal niks. Twee VVD'ers, daar bij WNL. Een of andere wethouder uit Rotterdam, Karremans. Ja, ik ken hem niet, maar hij zat er wel. En Ivo Opstelten, zomaar met z'n tweeën. En dat ging totaal over niks. Gewoon even een VVD-promo van een minuut of 10. Op nationale tv, hoe is het mogelijk, vrienden? Ja, en daar zat, en ik werd dus zo misselijk vanwege dat daar zat een muur van zelfingenomenheid daar. Nou, onovertroffen zeg. Die waren blij met zichzelf, die gasten. Die vonden zichzelf zo verschrikkelijk goed, die Karremans en die Opstelten. Nee, maar die, jongen, dat was met een lokale masturbatieshow, vrienden, van de bovenste plank. En mijn maag, ja, die kan dat niet aan, vrienden. Terwijl heel Nederland klaar is, eigenlijk. Dat blijkt ook uit de cijfers. Even die zetelverdelingen nu voor de Kamer. De heel Nederland is een beetje klaar met de VVD, ja. Want die maken namelijk een hele slechte beurt in dat kabinet. En dan gaan we daar een beetje, kijk onze zuffe VVD. En leuk een beetje uit de hoogte zitten doen. Kakkie neus zitten wouwen, maar dat niet alleen, vrienden. Er ging die Opstelten, die ging nog eventjes, ik weet niet hoeveel veren in die hol van die Karremans douwen. Die kan voorlopig, die kan echt niet meer lopen, die Karremans. Nee, die kan helemaal niks meer de komende dagen. Nou, oh, wat een vertoning. Dus als je het nog niet gezien hebt, vrienden, ja, ga dan nog even kijken op WNL op zondag. Hé, maar vergeet niet, hè. Kotzakje klaar.